De minister van Arbeid, Suharto Mustaja, wil dit jaar in totaal 21 arbeidswetten aanpassen naar een internationaal niveau. Deze wetten hebben onder meer te maken met de internationale arbeidsconventies, economie en buitenlandse investeringen. 6 van deze wetten zijn reeds goedgekeurd in de Nationale Assemblée. Sinds de onafhankelijkheid van Suriname heeft het ministerie slechts 2 wetten aangepast. 1 is de aanpassing op de wet minimumloon die in 2014 werd goedgekeurd. De andere wet heeft te maken met het CARICOM-burgerschap. De aanpassing van 21 wetten wordt daarom een historische mijlpaal genoemd, zegt Mustaja. En we hebben begroot, zoals de president in zijn jaarrede uitgesproken door de vicepresident gedaan heeft, zullen we al die wetten die daar genoemd zijn in de jaarrede, zullen wij dit jaar hebben gemaakt, de procedure hebben gehanteerd, het wetgevingstraject hebben afgelegd. Dat wil zeggen, minister van Arbeid, Arbeid, Adviescollege, sociale partners daarin betrekken, de Raad van Ministers, Staatsraad. En dan kijken we uit naar de bespreking en de debatten in het parlement, die ik graag wil aanvangen in het komende beleidsjaar. En als we dat gedaan hebben, dan hebben wij maar liefst 21 arbeidswetgeving vernieuwd, arbeidswetten. En dat is goed voor de economie. De minister zegt dat de wet op minimumuurloon weer zal worden aangepast vanwege de devaluatie. Er is reeds een commissie ingesteld die zich moet buigen over deze wet. Ik heb een commissie die daarop gestudeerd heeft en ze hebben afgelopen maandag heeft de commissie het advies, dat is uitgebracht, aan mij gepresenteerd. Dus ik wacht op de adviesronde van het adviescollege. Daarna de bespreking in de Raad van Ministers. Daarna naar de Staatsraad en daarna naar de DNA. Dus de minimumuurloonwet is nu al aangepakt. We moeten wachten nu af op de reacties van de net genoemde actoren, door mij genoemd net. Maar ik kan inhoudelijk niet daarop ingaan, omdat ik een collega van u ook heb beloofd dat ik inhoudelijk naar de pers toe niet zou ingaan, omdat ik eerst de ronde van advisering wil doorlopen. Dus omdat u het vroeg, daarom heb ik het even aangekaart. Tot zover minister Suharto Mustaja van Arbeid over de aanpassing van 21 arbeidswetten.